Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 30 maart van Weerplaza. Een hoge drukgebied boven het centrale deel van Europa bepaalt nog het weer in onze omgeving. Er is weinig bewolking. Er ontstaat in de loop van de ochtend wat stapelwolken. De zon die schijnt daartussen volop en de temperatuur ligt aan het einde van de ochtend rond een graad of 10. Vanmiddag is het zeer zacht met 16 graden in het noorden van het land tot 19 in Maastricht bij een zwakke tot matige westelijke wind. Lokaal kan een enkele bui ontstaan. Op veel plaatsen blijft het de hele dag droog. Vanavond zijn er een paar opklaringen. De temperatuur ligt dan tussen 9 en de 12 graden. Morgen zien we eerst overwegend veel bewolking. In de loop van de dag breekt vanuit het noorden de zon door. Maar met 8 tot 12 graden is het een stuk frisser en daarbij waait een stevige noordoostelijke wind. Maandag is het een zonovergoten dag. Wel is het koel met hooguit 12 graden en in de vroege ochtend kans op een graadje vorst. Daarna wordt het wisselvalliger. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.